Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft samen met ambassadeur Nicolas de Boulin de Lacoste voor Frankrijk en Robert Foucher van Amerika in het weekend van 28 juli een werkbezoek gebracht aan de gemeenschap van Galibee. Het doel van dit bezoek was de gemeenschap aanhoren over het multifunctioneel gebouw dat het ministerie van Justitie wil opzetten om verschillende instanties te accommoderen. De Lacoste en Foucher deden een schenking aan de lokale bevolking. Naast de gestes van de ambassadeurs maakte Amoksi ook een gebaar naar de jongeren met volley- en tennisballen. Het Nationaal Leger heeft maandag een aanvang gemaakt met de derde editie van de civiel-militaire operatie Grand Mati. Dit jaar gaat dat gebeuren in de gebieden Langatabiki, Powaka, Koroni en Cornelis Kondre. In de eerste fase van de operatie, die van 14 tot en met 21 augustus duurt, zullen de gemeenschappen van Langatabiki en omgeving worden voorzien van tandheelkundige en oogheelkundige behandelingen, aangeboden door Surinaamse en Nederlandse specialisten. De operatie zal zich hierna verplaatsen en verder worden voortgezet op 25 en 26 augustus te Powaka. Het start zijn van het project uitbreiding en herinrichting Werf Cefijas NV is gisteren gegeven. Dit gebeurde middels een eerste steenlegging verricht door minister Permanent Seudin van LVV. Cefijas NV is al geruime tijd bezig met een uitbreidingsplan ter maximalisatie van haar capaciteiten en diensten. De investering in de scheepswerf is noodzakelijk geweest gezien de huidige uitdagende ontwikkelingen voor hun bedrijfsvoering. Tot zover dit gedeelte van het ATV-journaal.